Welkom dames en heren van Slingeland TV en leuk dat je kijkt naar deze samenvatting. We zijn bij de wedstrijd Fios Beltrum KSV met als belangrijk doel voor Fios deze wedstrijd winnen. Want gebeurt dat, dan zijn ze periodekampioen. Dus als Fios dit wint, kunnen ze promoveren van de vierde naar de derde klasse. Ruud Westhoff, Ian Goedsevert en weer terug. De voorzet is daar. Goed vastgehouden. En het schot van Bob. En dan is het al heel snel 1-0. Bob Groot-Kormelink na 3 minuten. 1-0 voor Fios Beltrum. En dit begint hartstikke goed. De bal wordt daar mooi vastgehouden door Jurgen Wiegerink. Die hem dan teruglegt op Bob Groot-Kormelink. En die schiet hem netjes in de onderhoek. 1-0. Zwanse Woed met een schot en die keeper die maakt een blunder. Dan is dit een open doelkans voor Freek Elmers. Maar hij gaat er, hoe makkelijk het ook leek te zijn, niet in. Pascal Wolterink maakt een foutje. Nou ja, dat had een hele grote fout kunnen zijn. Maar Freek benut het niet. De tweede geblesseerde speler voor KSV. Nog voor het eerste half uur. Daarom nu al 2 wissels gebruikt. Hier is de volgende kans voor KSV en het is 1-1. Prachtig uitgespeeld doelpunt. En Manfred Graven die daar even op staat. Jongens, kom op. We zijn hier beter. We moeten dit kunnen winnen. Bal niet goed weggewerkt. Dan is hier nog kans. En Jurgen Wiegerink, die bal gaat net voorlangs. Raakte hem niet genoeg aan. De voorzet. Iemand erachter te vinden. Ian Goedsevert. Oh, 3 man nu uitgespeeld. Prachtige actie. En Bob Groot-Kormelink met een schot. En nu een geweldige redding van Pascal Wolterink. Vrije trap. Is weggewerkt in de verdediging bij Fios. En mooi weggewerkt ook. Nu is Freek Elmers erdoor. Freek Elmers. En het lopje lukt net niet. Jurgen Wiegerink dan nog. Nee, dit is uitverdedigd door KSV. Bijna was hier de 2-1. Mooi gespeeld. Nu dan. Balletje op Freek Elmers. Nee. Oh, het terugspeelballetje is niet helemaal goed. En de keeper gaat daarna ook nog de fout in. Freek Elmers legt hem terug op Bob Groot-Kormelink. En aangeraakt alsnog in de handen van Pascal Wolterink. Oh, Twente Woed pakt die bal ineens af. Twente Woed scoort ineens. Een weer een fout in de verdediging van KSV. En zo scoort Twente Woed. En dan is het alsnog 2-1. De aanvoerder doet het. Staat momenteel links achter. Maar scoort toch wel een goal waarvoor hij een heel eindje heeft moeten rennen. 2-1 voor Fios. Vrije trap al, dat is mooi gedaan. En ineens een kopbal. En die gaat vlak langs de paal. Dat scheelt vrij weinig. Freek Elmers. 2 man gepasseerd. Nu terugleggen, daar is Bob Groot-Kormelink. En die schuift hem erin. Het is 3-1 voor Fios. En zo lijkt het veilig te zijn. We moeten nog niet te snel vooruit praten. Maar 3-1 is een goede stand. Risicovol spel, maar goed uitgespeeld door Fios daar achterin. Lange bal, Jurgen Wiegerink houdt hem vast. Bob Groot-Kormelink. En die passeert 2 man weer. En dan is het nog een goal voor Bob Groot-Kormelink. Zijn hat-trick van de aanvallende middenvelden. En nu is het zeker 4-1 in de 85ste minuut. Fios gaat naar de na-competitie. En hier is dan zeker het fluitsignaal. Fios wint deze wedstrijd. En dat betekent dat ze periodekampioen zijn geworden in de 4e klasse. En na competitie gaan spelen om te kunnen promoveren naar de 3e klasse. Mede dankzij een hat-trick van Bob Groot-Kormelink. Bedankt voor het kijken.